Ilse De Lange startte haar ochtend vandaag vroeg met een energieke verschijning bij Radio 538. De zangeres deelde een kijkje achter de schermen op Instagram, waarbij ze onthulde dat ze een speciale lamp had meegenomen om haar wallen en rimpels te camoufleren. In een humoristisch filmpje vanuit de auto deelt Ilse haar ochtendroutine met haar volgers. Het is nog nacht. Radio 538. Dat rijmt, begint ze lachend. Ontbijt, belichting. We kennen go. Bij aankomst in de studio, die inmiddels verlicht is door de opkomende zon, besluit ze toch de lamp mee te nemen. Ik heb toch de lamp erop gezet. Uit deuklicht, grapt ze. Goed licht doet wonderen in de ochtend. Het komische aspect van het filmpje zorgt voor hilariteit bij haar volgers. Een van hen merkt op: een hele koelkast om de telefoon heen gebouwd, haha, geweldig. Een andere fan schrijft: deze video's maken echt elke keer mijn dag. Het lijkt erop dat Ilse de Lange niet alleen bekend staat om haar muzikale talent, maar ook om haar humor en spontaniteit, zelfs tijdens vroege ochtenduren bij de radio. Haar openheid over de alledaagse momenten van het artiestenleven maakt haar ongetwijfeld geliefd bij haar fans, die genieten van een kijkje achter de schermen en de humor die ze met zich meebrengt. Het lijkt erop dat Ilse niet alleen het podium, maar ook de studio betreedt met een flinke dosis positieve energie en een knipoog naar de realiteit van het vroege ochtendwerk.